Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je op een handige manier grote getallen bij elkaar kan optellen. Eens eventjes kijken. Bijvoorbeeld de som. 523 plus 215. Die gaan we onder elkaar zetten. We gaan dus onder elkaar rekenen. Dat noemen ze ook wel cijferend rekenen. Dus even kijken, ik begin met het eerste getal 523. En daaronder zet ik dan het getal 215. Hiernaast zet ik een plusje, want we gaan natuurlijk optellen. En er komt een streep onder. Wat heel belangrijk is als je onder elkaar gaat optellen, dat je goed kijkt naar dat de losse onder elkaar staan, hier de 3 en de 5. De 2 en de 1, de tientallen moeten netjes onder elkaar. En de honderdtallen, de 5 en de 2, moeten ook keurig netjes onder elkaar. Nou, ik kan dan beginnen in de achterste rij bij de losse. Daar heb ik een 3 en een 5 en die kan ik gewoon bij elkaar optellen. Nou, 5 en 3, dat maakt samen 8. En ik kan meteen naar de volgende rij, de rij van de tientallen. Daar heb ik een 2 staan van de 20. En ik heb hier een 1 staan van de 10. Die kan ik bij elkaar optellen. Nou, een 2 en een 1 maakt samen 3. En in de laatste rij, de rij met de honderdtallen, heb ik een 5 staan van 500. En ik heb een 2 staan van 200. En als ik 5 en 2 bij elkaar optel, dan maakt dat 7. Dus het antwoord op de som 523 plus 215 is hier 738. We gaan het met nog een som doen. Ik ga die som dan meteen onder elkaar zetten. Eens eventjes kijken. We doen de som 625 plus 233. Ik zet er een streep onder met een plustekentje, want we gaan optellen. En we beginnen achteraan bij de rij met de losse. Daar heb ik een 5 en een 3. En 5 en 3 maakt samen 8. Ik kan door naar de rij met de tientallen. Daar heb ik een 2 staan van 20 en een 3 van 30. 2 en 3 maakt samen 5. En ik kan door naar de rij met de honderdtallen. Daar heb ik een 6, hier een 6 van 600. En ik heb hier een 2 van 200. En 6 en 2 maakt samen 8. Dus het antwoord op de som 625 plus 233 is 858. Ik doe er nog eentje. Want dan zit het er misschien lekker in. Even kijken en kijk maar vast als ik de som opschrijf of jij zelf zou weten hoe dit moet. Ik ga weer beginnen, even kijken. 257 plus 312. Een streep eronder en dat plustekentje. En even kijken, heb jij al een idee hoe het moet? Ik ga het weer voordoen. Ik heb een 7 en een 2 in de rij van de losse. 7 en 2 maakt samen 9, dus ik kan hier een 9 opschrijven. In de rij met de tientallen heb ik een 5 en een 1. En 5 en 1 maakt samen 6. En in de rij met de honderdtallen heb ik een 2 en een 3. En 2 en 3 maakt samen 5. Dus het antwoord op de som 257... plus 312 is 569. Nou, dit is een hele makkelijke manier om grote getallen bij elkaar op te tellen. Onder elkaar rekenen. Ze noemen dat ook wel cijferend rekenen. In mijn volgende filmpje ga ik jullie leren hoe dit kan met wat grotere getallen. Want soms kom je over de 10 heen. En dan moet je gaan bewaren. Beetje lastig, maar dat ga ik jullie in de volgende les leren. Dankjewel en veel succes!